De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, komt morgen voor een kort bezoek naar Suriname. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken heeft vanmiddag op een persconferentie aangegeven wat het doel is van het bezoek van minister Pompeo en wat besproken zal worden in de paar uurtjes dat de Amerikaanse delegatie in ons land zal zijn. Nogmaals, het gaat om een opportunity, een mogelijkheid om een aantal bilaterale zaken die spelen in termen van technische bijstand. Sommige zijn historisch van aard om daar weer over te praten. Zoals u reeds heeft gelezen, gaat het om energy. En dat is niet alleen olie en gas, maar ook renewable energy. De Amerikanen hebben daar portfolio's voor. Wij hebben ons daarop voorbereid. Dan is er uiteraard de kwestie van veiligheid en de politieke aangelegenheden voor wat betreft de regio. Onze briefing aan de Secretary of State zal zich zeker richten op die twee vraagstukken, maar op een aantal andere vraagstukken voor wat betreft technische bijstand, technische samenwerking. En dat kan op een stuk van defensie zijn, op een stuk van justitie en politie, maar ook op een stuk van ondersteuning internationaal voor wat betreft de financiële crisis, welke we thans proberen te herstructureren en op te lossen. Zoals u weet, de Amerikaanse regering speelt een belangrijke rol in internationale financiële instellingen. Het zou prettig zijn van hun de steun te ontvangen. En wij willen hier daar zeker begrip op kweken, zodat zij ook beter begrijpen welke ondersteuning we in dat opzicht kunnen genieten. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken. Hij heeft vanmiddag op een persconferentie uitleg gegeven over het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo.